Kunt u aanwijzen in welke fase er op dit moment gewerkt wordt? Ja, dat kan zeker. We zijn hier voor het pand van Niels. Zijn we op dit moment, of afgelopen week eigenlijk, gestart met de werkzaamheden. Het straatwerk is eraf gehaald. En we zullen binnenkort weer beginnen met het aanbrengen van de nieuwe bestrating op het plein. En we zijn, als ik hier naartoe ga, bij de Rosa Luxemburgstraat, Clara Zetkindstraat, op de hoek zijn we bezig. Daar wordt een zinker aangebracht waar kabels en leidingen in de toekomst onder de haven door zullen lopen. En nou, vervolgens, nadat we hier bij Niels de meeste werkzaamheden hebben verricht, dan zullen we naar beneden gaan, de Wierdense Straat. En vanuit de Wierdense Straat zullen we de corridor naar het Marktplein hier werken. Nou, en omstreeks de bouwvak is dit hele gedeelte is gereed. En na de bouwvak pakken we eigenlijk de Rosa Luxemburgstraat op en de Clara Zetkindstraat. Wanneer begint u met de havenkom zelf? De havenkom zelf zullen we ook aankomende week eigenlijk mee beginnen. Dan worden de eerste damwanden geslagen in deze contour van eigenlijk de nieuwe havenkom op het Marktplein. En vervolgens, nadat die damwanden zijn aangebracht, zal ook gestart worden met het metselwerk. Maar dat zal enkele weken later zijn. Het water dat komt daar net langs gelopen. Ja, maar krijg je dan een voetpad aan beide kanten? Nee, dit water dat komt hier zo tegen de gevel aan te liggen. En de helft van de straat van nu, zeg maar, hè, dus ongeveer 9,5 meter breed, is dat water straks. Dat is ongeveer de helft van de straat van wat het nu is. Het creëren van de jachthaven heeft destijds die ambtenaar die dat heeft bedacht, een goede set gedaan. En dat trekken ze nu door tot in het centrum, tot de plek waar het ooit vroeger was. Afgelopen week hebben we de informatieavond georganiseerd en die is eigenlijk goed bezocht. Maar ook gewoon mensen die je tegenkomt hier op straat. Ze zijn allemaal heel nieuwsgierig van hoe gaat het worden, wat gaat er komen. Ja, de vragen die daarover leven, om die te kunnen beantwoorden. Maar je merkt wel dat de belangstelling groot is. Iedereen die ziet uit volgens mij naar een mooi nieuw centrumdeel van Almelo. Nou, de gemeente heeft in een bouwteam samen met de aannemer Roelofs hebben ze het werk gefaseerd. En het mooie daarvan is dat ze dat in nauw overleg met de ondernemers, maar ook met de markt hebben gedaan. Zodat zeg maar, in de fasering rekening wordt gehouden met de wensen van de ondernemer. En dan gaan we graven, want we gaan namelijk het water weer terugbrengen. Dan komt hij straks omhoog en dan komt hij weer in de haven. Zo, wat sneller, hé. Hij is al bijna vol. Hij is al bijna vol. Kan je hem daar naartoe brengen? Lukt je dat? Nee. Nee? Zal ik je helpen? Als jij die microfoon vasthoudt, dan breng ik hem weg.
Ja? Ja. Hier. Gaan we wegbrengen? Dan ga je, pak je deze hendel, ja. En doe je ook mee aan. Doe die los daar baan. Ja. Oh, dat is belangrijk. Hey. Dan doe maar rustig, dan ga je naar boven. Deze ja. Hendel gaat op je aan, zie je? Deze. Rustig, rustig, rustig. Oh, ja. Ja. Komt niet meer goed. Kan ik hier een schep nemen of niet? Ja, rustig maar. Ja, rustig. Je kunt de bak even los doen. Ja. Laat je hem zakken. Ja. Ja. Dankjewel. Dan gaan we nu de haven uitgraven en is over een paar weken is de hele haven klaar. Because we don't have a lot of space, we put all our cables for electricity, for water, for heating, we put them in the ground. U heeft een aantal studenten rondgeleid door het gehele project. Wat voor soort studenten waren het? Dit waren universitair opgeleide studenten van Twente.
Nou, met als achtergrond natuurlijk civiele techniek. Het is Engels, deels Engelstalig. De eerste groep die we rond hebben geleid waren Nederlandstalig. En nu gaan we naar de Engelstalige studenten. Dus de volgende groep. Om mijn collega doet eerst een presentatie. En vervolgens gaan we het werkgebied even langs om alles duidelijk ook te laten zien wat eigenlijk heeft plaatsgevonden. En op plaatsvindt binnen dit mooie project. Wat was het doel van de rondleiding? In eerste instantie is het natuurlijk betrokkenheid van de studenten. Hoe mooi als het vakgebied eigenlijk is, civiele techniek. Wat er op dit moment allemaal speelt binnen ons vakgebied. Dat is klimaat, duurzaamheid, circulaire economie. Het type contractvorm, hoe het hier aan bod is geweest. Dus vanuit een bouwteam gedachte, dus gezamenlijk met gemeente, opdrachtgever, hebben we dit eigenlijk tot stand gebracht. Dus in eerste instantie brainstormen over oplossingen. En vervolgens in de uitvoering, toen kwam onze uitvoeringstak kwam daar duidelijk naar voren. Na de inleiding was er een rondleiding buiten. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, de opleiding aan de universiteit is toch voornamelijk theoretisch. En de hele bedoeling van zo'n bezoek is theorie en praktijk samenbrengen. Dus ja, net binnen even de achtergrondinformatie verteld en meer de ontwerpkant belicht. En buiten kunnen ze nou zien hoe het in uitvoering is en deels al is aangebracht. Om dat te verduidelijken. Wat staat er te gebeuren? Vandaag gaan we de damwanden verwijderen, waardoor de nieuw aangelegde haven verbonden wordt met het kanaal. En dat is een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van de nieuwe binnenstad. En daar wilden we even vandaag wat extra aandacht voor vragen. En als de damwanden verwijderd zijn, wat is dan de volgende fase? Als de damwanden verwijderd zijn, dan gaan we de bestrating verder afmaken. En dan hoop ik dat we binnenkort in het voorjaar ook het kunstwerk kunnen gaan plaatsen. Dan moeten de bomen nog worden geplaatst, de verlichting moet nog worden geplaatst. Dus er moeten nog wel een aantal belangrijke stappen worden genomen. Maar we vonden deze stap zo belangrijk dat we dat toch wilden markeren. Wanneer gaat u in dat het hele project klaar is? Inclusief bomen en verlichting begin volgend jaar.